Vrijdag 18 maart.
zien de bezorgdheid van Mozes voor zijn apostel. Mozes staat bereid en in Elias voor de profeten. Want in de wet staat geschreven, het getuigenis van twee mensen is geldig. En zo wil hij zijn leven beschermen. Het getuigenis van twee mensen is geldig. Johannes 8, 17. De genade en kennis van Christus is dus belangrijk voor onze vooruitgang. In de kennis van Jezus staat vooral zijn lijden in handen. En hier waar in het boek Openbaring, hoofdstuk 22, vers 11, lezen: de gerechte is steeds de rechter, de heilige is nog heiliger. En Paulus, zullen wij ons inspannen om het overvloedig rijk in volheid te zien.
Als vierde, nederigheid. Nederigheid. Thomas van Kempen zegt in de navolging van Christus dat in het kruis alle deugd en de heiligheid is opgesteld. Op Calvarië werd de driedubbele begeerlijkheid van de wereld overwonnen. De hoogmoed door de vernedering van de verlosser, de zinnelijkheid door zijn smarten, de zucht naar rijkdom door zijn ontwikkeling. Heilige Franciscus van Sales zegt dat een liefde die haar oorsprong niet heeft in het heilen van de zaligmaker, heilen en gevaar is. Omdat men zonder de gedachte is aan de gekruisigde van Jezus, zich gemakkelijk bedriegt betreffende de ware deugd. Men stelt zich in oefeningen die men zelf uitkiest, eerder dan in de ontmoedigheid. De zelfverloochening en de verzaking aan alles wat God niet is. Die begoocheling is volgens de heilige Alfons van Liguori niet mogelijk als men de gekruisigde Jezus tot voorbeeld neemt. Want hierdoor, zegt hij, zal men niet kunnen doordringen in de deugd die de bedorven natuur, de ontredende natuur, versterkt. Men zal zich niet beperken tot enige oppervlakkige heiligheid, maar doordringen tot het merk van de eigen liefde, om erin te wonden te maken, die de ongeregelde eigen liefde zullen doden en een plaats zullen maken voor de liefde van God. De navolging van Christus is verder op 3, of 42, vers 1. Des te hoger stijgt men zonder God, hoe diep hij afdaalt in zichzelf en hoe geringer hij is in zijn eigen. Noem ons daarom, zei Bernardus, hoe wilt u vooruit gaan als u zelf genoegzaam blijft staan? En als vijfde, voorwaarts. Rusteloos moeten wij de tijd goed willen gebruiken. Elke dag moeten wij beter, volmaakter willen worden. Daarom, en hieraan is het aangeraden, 's avonds een gewetensonderzoek over de dag te doen. Nog even in het hart te kijken. En te beginnen met de danken voor alles wat er gegeven is. En dan ook de fouten te zien en de zonden. Vandaar dat dit belangrijk een teken van vooruitgang, een belangrijk